Nasi Staki, broer. Clyde Brunswick, yes. Yes, je staat ook gepland vanavond? Yes, tegen Ibrahim Elbouni. Ja. Tweede keer tegen hem. Ik heb 7 jaar geleden tegen hem gevochten. En nu had ik toen verloren. Nu ben ik terug voor revenge. Oké. Dus KO'tje? Ik wil hem 3 rondes lang eigenlijk gewoon over, ja, gewoon roelen. Oké. Waarom? Want met de eerste ronde KO gaan ze, hoor je ze meestal zeggen, ja, is geluk, okay, lucky, ja, shot. Ja, ja, ja. Ik wil gewoon laten zien dat ik dat niet meer ben. Oké. Ja. Dus je wilt zeg maar op conditie winnen? Oh. Yep. Op conditie, techniek, ben gewoon niet zijn level. Oké. Het is een kickboxpartij. Yes. Je doet toch MMA ook? Ja, ik doe ook MMA. Ik ben eigenlijk afgelopen 3 maanden ben ik naar Miami gegaan. Yeah. Daar is ze ook getraind met American Top Team, met grote toppers, Masvidal, Dustin Poirier, Biggie Boy. En ik doe gewoon ook kickboksen puur om het kickboksen erin te houden. MMA is een mix van alles. Kickboksen hoort er ook bij. Wat heel veel verkeerd doen, is zeg maar alleen maar focussen op het worstelen en niet meer het kickboksen bijhouden. Dus staand mag ik een MMA-partij niet verliezen. Ja, en sommigen zeggen letterlijk, als je kickbokst, hou bij kickbokst. Sommigen zeggen, als je MMA, hou bij MMA. Jij doet alle twee. Denk je dat een voordeel heeft of een nadeel heeft voor je nu? Vanavond ga je het zien. Voor vanavond? Nee, ik kan wel goed die onderscheid maken. En kijk, vechtsport zie ik meestal als schaken. Het is een denkspel. Je moet... Nu is het eigenlijk alleen maar de handen en de benen, knieën. En daar moet je het gewoon mee doen. Gewoon doen met de riemen die je hebt. Ja, je komt net van Amerika. Ga je weer terug? Ja, ik ga zeker weer terug. Ik ga hier zo, ik vecht vandaag. Over 2 weken vecht ik weer. 26 juni op Almere Finest. Daar vecht ik ook tegen Perry Reifling. En daarna waarschijnlijk een partij in Miami. Een MMA partij. Oh, joh. Ben je van plan dat te gewonnen? Uiteindelijk, als het noodzakelijk is, dan wel. Dan ben ik wel geneigd om daar naartoe te gaan, om daar te wonen. En dan kijken hoe ver ik het schop. En einddoel is echt UFC behalen. En hoe is het om met al die toppers die je op tv hebt gezien in UFC, hoe is het daar om mee te trainen? Ja, het is echt een... het is eigenlijk ongelooflijk. Ik blijf... ze zijn heel erg humble ook naar mij toe. Ze zijn ook heel vriendelijk en zo. En ik vond het echt gruwelijk om met ze te trainen. Ik train soms daar zo echt uren met ze. En ja, ik krijg alleen maar goede feedback van ze. Dus dat motiveert me ook gewoon om door te pushen. En ja... UFC komt eraan. Hier hebben ze in Suriname, dus ik heb al een lobby voor je. 100%. Ja man. Ik weet, tickets zijn duur, maar mocht het zo zijn, je gaat weer naar Miami toe. Yes. Nodig ons uit. Ja, zeker. Zeker. Wanneer ik bij UFC ben, ik nodig je uit. 100%? 100%. Bij deze. Het staat nu vast. Het staat vast. Is goed, dus bro. Ik kan niet meer terug. Ja bro, naast wie sta ik hier? Staat hier naast Mohamed Chassi, 20 jaar oud, traint bij Galis Gym Oude West Rotterdam, man. Ja, talent? Iets meer te zeggen? Ja toch, dat wordt gezegd. We doen ons best, we proberen elke partij zo goed mogelijk te vechten en het publiek geeft waarvoor ze komen. Dus dat is spektakel gewoon. Je wordt ook wel de next Badahari genoemd. Wat vind je van die naam? Ja, het is leuk, maar ik ben gewoon mezelf. Het is leuk dat je wordt geassocieerd met Badrari, dat je dezelfde vechtstijl hebt. Yeah. Of dat je in zijn voetsporen kan treden. Dat is alleen maar leuk, maar ik ben gewoon mezelf in principe. Dus het is gewoon Touchassé en niet Badrari. Nooit met hem getraind, ook nooit ontmoet? Nee, ik heb hem nooit ontmoet of nooit mee getraind. Okay. Dus, volgende week sta je gematcht? In Groningen. Ja. Ja, in Groningen vecht ik dan voor de wereldtitel van de Fusion, 77 kilo.
En dat wordt gewoon een knalpartij. Dat is een beetje de man uit het noorden, inderdaad. Ja, toch? Hij heeft gekke voetstijl. Ja. Hoe denk je, hoe ga je het aanpakken? Ja, hoe heb je erop getraind? Laat ik daar beginnen. Ik heb keihard voor deze partij getraind met Khalid. Elke dag, dag in, dag uit. Wij weten wat we kunnen verwachten en we weten wat we ook gaan brengen. En dat is gewoon vuur. Dus zaterdag 18 juni worden we wereldkampioen, inshallah. Ja, ik denk persoonlijk dat het een KO'tje wordt. Ja, dat gaan we wel. Van wie's kant, dat durf ik niet te zeggen, want het is wel het is de match ja, wat iedereen wil zien. Tuurlijk. Heb je nog een boodschap voor hem? Ik heb geen boodschap voor hem. Ik zie hem 18 juni en dan gaan we knallen. Ik ga het aan het langste eind trekken en ik ga die wereldtitel mee naar huis meenemen, that's it. En de aflevering gaat er ook staan, hè? Ja toch, die komt eraan. Is goed, bro. Ja toch, Oesh. Okay, thanks, man. Dankjewel. Oké. Ik kon beter. Het druk was goed, mm-hmm. Alleen ik deed te weinig. Dat nekte me eigenlijk. Ik rekende te veel op op wat hij eigenlijk ging doen. Okay. Dus ik moest gewoon meer doen. Maar ja, ik snap, mijn conditie was er gewoon. Alleen, ik moest het gewoon doen. En dus je bent eens met de beslissing? Ja, de cijfers liegen niet. Hij had meer stoten. Volgens mij had hij meer stoten. En meer geland dan ik. Dus hij vocht eerst achteruit. Ik zette die druk. Nou ja, maakt niet uit. Oké, maar lach je weer? Lach je weer, die kickbox? Of je denkt van, ah. Want je zat best wel diep. Je zat best wel laag de hele tijd. En je voeten waren ook plat op de grond, zag ik. Ja, klopt. Dit is een kleine habit geworden van al het MMA. Maar ik moet toch zeg maar die switch kunnen maken om in weer een kickboxhouding te gaan staan of wat dan ook. Okay. Ja, persoonlijk ja, ik heb ook naar gekeken, ik vond het toch wat anders, maar goed. Ik zou het toch bij jou leggen, maar dat is mijn mening. Ja, persoonlijk wel. Ik hoop je graag te zien in Amerika. Je betaalt een ticket, hè? Ja, kom goed. Dan zien we je daar. Yes, zeker. Hi man, lobby pa. Yes, orsi. Ja, man. Zit-ie, man.